dit even toch als voorzitter van een vereniging die het gehele onderwijsgebied bestrijkt. Het is ambitieus, maar we zijn zeker niet alleen voor het VO. Er worden heel veel initiatieven ontplooid, vanochtend ook aan bod gekomen, op het gebied van basisonderwijs tot en met de universiteit. Dus we zijn breed en dat willen we zo houden ook, omdat de problemen van ons onderwijs alleen integraal kunnen worden benaderd en niet los. Ik denk dat die verkokering een van de problemen is op het ministerie lange tijd. In hoeverre daar echt verandering in komt onder invloed van het nieuwe kabinet en de huidige bewindslieden van onderwijs, daar zijn wij natuurlijk zeer benieuwd naar. Maar ik kondig u aan in ieder geval Maria van Bijsterveld, dat ze een korte uiteenzetting wil geven en om vervolgens met de zaal in discussie te gaan. Hartelijk applaus voor Maria van Bijsterveld. Vandaag hebben we het met elkaar over die menselijke maat. En dat onderwerp is voor mij heel belangrijk. Want ik geloof in mensen en niet in structuren. Ik ben grootgebracht met het besef dat je er niet alleen bent voor jezelf, maar dat mensen samen de samenleving maken. Ik hoor bij een politieke traditie die ervan uitgaat dat mensen persoonlijke verantwoordelijkheid voor die samenleving moeten dragen. En dat de overheid daarin het sluitstuk is en niet het startpunt. En ook als het gaat om het onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat de politiek nooit de hartslag moet vormen van het onderwijs. Maar dat het de school is. Een gemeenschap van mensen. Leraren, leerlingen, ouders en andere direct betrokkenen. Die samen het onderwijs maken. En zo moet de overheid in mijn inzien ook instaan. Het versterken van de relaties met de school dus. Het in hun kracht plaatsen van mensen daar. Is voor mij voor een groot deel bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat het bestuur wordt voortdurend voor de voeten gelopen door de monopolisering van het bestuur, de VO-raad, in dit geval, die allerlei besluiten neemt boven de hoofden van kleine eenpitters heen. Dus die scholen hebben geen enkele zeggenschap meer. Alles wordt door de VO-raad en zeker meneer Slachter, die daar in een soort conctie is benoemd, bepaald. En het tweede punt, mijn broer zit in het bestuur van zo'n school, die op zo'n bestuur dat op 60 kilometer van die scholen afzit. Die is voortdurend bezig in zijn besturen tegenmacht te vormen, zorgen dat er op scholen parlementen ontstaan, om een beetje tegenmacht te vormen tegen die enorme macht die de afdelingsleiders hebben gekregen, met behulp van die besturen op de achtergrond. En hij moet voortdurend zijn medebestuursleden, die van toeten op blazen weten, die niets van onderwijs weten, moet proberen een beetje wegwijs te maken in het onderwijs. En hij zit daar voortdurend tegen te vechten. Dat is de realiteit bij de grote scholen en bij de kleine scholen. VO-raad niet meer in het midden dan de werkgeversvereniging. En best wat jullie laten aanleunen. Ik zat er van de film op het onderwijs. Dat vorige week was het bij de RMC in Rotterdam. Die zeggen dat moet allemaal van jullie. Ik zeg volgens mij is dat volstrekte onzin. Ja, maar zeg eens, ik zeg dat is niet waar. Jullie moeten weer, als iets zeggen dat moet van de Haag, dat moet van de VO-raad, dan moet je eerst maar eens vragen hoezo. Hoezo bepaalt de VO-raad wat wij op school moeten doen? Ja, het is toch gek dat de VO-raad gewoon een belangrijke reden heeft. Nee, maar dit is natuurlijk. Ik wil nog reageren op wat meneer Defla zei. Dan gaat het over die raad en dan ook de rol van de docent. Ik zou meneer Defla willen adviseren om veel vaker naar de site van de VO-raad te kijken. Want als je daar naar kijkt, zie je hoeveel die VO-raad zich met de inhoud van het onderwijs bemoeit. Ik ben een docent, sinds 75, dus ik heb wat ervaring. En ik vind dat je als docent daar steeds minder over te zeggen hebt, over die inhoud van je vak, dat is je passie. En er wordt eigenlijk maar heel eenvoudig gezegd dat de docent dan maar zijn vak terug moet nemen. Nou, eigenlijk heb je in een school niet zoveel meer te vertellen als docent. En ik zou één oproep willen doen aan de docent in deze zaal, en ik hoop dat de politiek het overneemt. De American Revolution ontstond. No text is our representation. Wij vragen uiteindelijk om. Wil iemand vragen van docenten? Laat ons dan weer vertegenwoordigd worden. En ik zie op dit moment niet het orgaan wat docenten echt vertegenwoordigt. Ik zie daarin ook niet de SBH als organisatie. En ik zou de overheid willen oproepen. Regeer over de raden heen en zoek contact met het veld, de docent. Dank u. Eerste reactie van de stand. Ja, u sprak maar vaak op die cijfers te kijken, dat was niet het plan. Want
ik neem die mensen niet meer. En dat is elkaar zo'n best zo serieus neem als u. En dat lijkt me. Ja, maar dit is de praktijk. Als werkgevers tegenwoordig, als een van de partijen die wat te vertellen heeft in het onderwijs, waarom moet ik me nou, ik meen het echt oprecht, want ik vind dat meer docenten op schoolniveau meer te vertellen moeten krijgen. Dan moet ik me dat juist minder aantrekken van de VO-baan. Dat zijn werkgeversorganisaties die krijgen vakbonden afspraken over arbeidsvoorwaarden. En wat is het, dan moet u mij maar eens vertellen waar dan een VO-raad het recht heeft om iets te besluiten waar u op school zich aan zou moeten houden. En het is, daar staat je tegenover, dat je kunt rechten als je die inhoudt. Dan moet je dat individuen zien bij allerlei publieke organisaties, bij woningbouwcoöperaties, dat je net gaat steken als medewerker en dat is een baanverlies. Even een reactie van Bosman. Kijk, juridisch heb je natuurlijk wel gelijk, maar het zal ook allemaal wel kloppen. Maar ik heb een jaar in de Dijsselbloemcommissie gezeten en dan zie je dat in het onderwijs dat er allerlei onbegrijpbare elementen in vliegen die heel veel macht naar zich toe trekken. Ik zie meneer Jimkes zitten en van onze getuigen. Van de Dijsselbloemclub, die zien nu ook weer bij het invoeren van het competentiegerichte onderwijs. Je kunt best zeggen, juridisch is dat de staatssecretaris die dat doet, maar in wezen doet die NBO-raad dat. Die NBO-raad trekt dat naar zich toe, is de grote drijver daaruit. En daarom zit dat het onderwijs in. Dus je kunt best zeggen, ja, juridisch gezien zou het alleen maar werkt. Dat is gewoon niet. Tegenwoordig is het zo, we hebben meestal één rector. Dan heb je, ik spreek over alleen over het VO, sorry voor de rest. Dan heb je een locatiedirecteur, of je hebt er twee of drie. Dan komen daaronder steeds meer teamleiders. En de VO-raad, dit komt uit de koker van de VO-raad. En vaak neemt een rector of een bestuur van een school dat dan over. En dat gaat veel verder dan u denkt. Toen vorig jaar opgeroepen werd tot een staking, toen heeft de VO-raad naar alle besturen of naar alle directeuren van scholen dreigbrieven gestuurd. Dat als je ging staken, dat dan vooral ook in je dossier terecht kwam enzovoort. Echt, die macht van die VO-raad, dat gaat veel verder dan jullie, of jammer dat de staatssecretaris weg is, dan dat jullie misschien in de gaten hebben. Maar de macht van die VO-raad moet u niet onderschatten. En zij krijgen ook die macht, want ja, dat middenmanagement wordt door al die schoolbesturen steeds groter gemaakt. Dat is in hun belang. Maar volgens mij moeten wij dus als politiek zijn. Die VO-raad niet serieus nemen, maar juist zorgen dat we weten wat er op school is. Het schoolbestuur is nu verantwoordelijk voor de financiering. Ja. Voor zowel het salaris als voor het materieel. Dus zij bepalen waar het geld naartoe gaat. Dat is volstrekt ondoorzichtig. Ja. En als je nu geen keuze maakt daarin, dan laat je het dus zo en blijft het. Terwijl als je zegt, nou laten we de overheid verantwoordelijk worden voor de rijksbekostiging, dan kan je wel zeggen, ja, alles staat er terug en zoeken meer. Maar die overheid is, als het goed is, als wij een beetje dualistisch zijn, democratisch gecontroleerd. Dus het is aan ons om dan die transparantie duidelijk te maken. Dat schoolbestuur is nu oppermachtig en autonoom. Docenten hebben geen zicht op waar het geld blijft. Ja, maar daar kan je.